over het boek is al, ook in onze uitzendingen, veel verteld. Dus de inhoud beschouwen we maar als bekend. Ja, de jaren 50 en 60, hè, en hoe we opgroeiden hier en het grote verschil met nu. Maar je had ook nog allerlei lezingen gepland. Dat klopt, en die gaan ook ongetwijfeld door. Maar ja, de jaren 50 en 60 die lopen niet weg. Nee. Het boek loopt ook niet weg, het heeft geen pootjes. En ik ben eigenlijk van plan, zodra het weer kan en zodra corona en de maatregelen het toelaten, dan hoop ik weer naar vrouwenverenigingen, historische kringen, musea, et cetera, te gaan om een soort programma te brengen. Ja. Wat ons terugbrengt naar de jaren 50 en 60. Ja, dat is niet alleen voorlezen uit het boek dan. Nee, het is, ik neem kleine fragmentjes uit het boek, zal ik voorlezen. Maar ik neem bijvoorbeeld een grote oude reiskoffer mee. Ja. En uit die koffer, het onderwerp heet ook Wat komt er uit de koffer? Ja. Daar haal ik met enige regelmaat voorwerpen. En ik denk dat die voorwerpen voor heel veel mensen die bij die lezing of bij dat programma zijn, al een grote mate van herkenning hebben. En het is de bedoeling eigenlijk dat mijn verhalen, de voorwerpen die ik meeneem, de filmpjes die ik laat zien, de foto's, vooral de herinnering van de mensen die in de zaal zitten, naar boven helpen halen. En dat ze hun eigen herinneringen aan die tijd gaan delen. Ja, het boek is dus al wel enige tijd in de verkoop. Heeft het al goed verkocht? Ja, er zijn er al meer dan 1000 verkocht, gelukkig. Oké. Ja, dus daar ben ik heel blij mee. En wat ook echt heel fijn is, is dat de mensen allemaal zo vrolijk zijn. Ja. Mensen zijn allemaal helemaal blij dat die winkels weer open zijn. En dat ze weer kunnen kijken en boeken kijken. Dan in dit geval naar de boeken kijken. En dat er weer muziekbladen zijn. En dat er weer muziekbladen zijn. En heel veel, vooral oudere mensen, hebben echt gewacht met het sturen van kaarten. Dus heel veel wenskaarten heb ik verkocht. Nee, ik ben echt heel blij dat het weer normaal open is, echt. De jaren 70 zou in het verlengde kunnen liggen, hè? Want toen was je hier nogal actief in Winterswijk. Toen was ik in Winterswijk nog actief. Ik schreef voor de nieuwe Winterswijkse krant de rubriek Gadde. Eucalypta, het jongerencentrum waar ik heb gewerkt. In de Schouwburg waar ik heb gewerkt. En ook mijn eerste 10 jaar als verslaggever voor Tubantia. Hier in de kantoor aan de Misterstraat. Dus wellicht, ik heb in ieder geval wel heel veel, zo niet alles bewaard van die tijd. Wanneer kunnen we weer iets meer met schrijvers verwachten? Nou, ik zou je zeggen, ik had eigenlijk zou 18 mei zou de winnares van de Bronzen Uil, de Kaalvreter, zou komen. Maar ik ben toch heel erg blij dat ook die organisatie gezegd heeft van de Bronzen Uil, we gaan het verplaatsen naar 28 september. Dus dat is de eerste die echt vaststaat. Ja. 28 september. En dat is dan weer in de Doopsgezinde kerk of in de winkel? Nee, in Doopsgezinde kerk. Ik blijf toch wel in die Doopsgezinde kerk zitten. Jawel. Ja, ik help de kerk en het is een mooie ruimte, hele goede akoestiek en het is dichtbij bij de winkel, dus het is gewoon heel makkelijker dat alles daar al klaar is. Dus daar blijf ik het wel doen. En vandaag extra boekenverkoop vanwege Moederdag morgen? Ja, dat is natuurlijk één grote topper, de zevende zus. Ja, de zevende zus. Nee, ik denk dat bijna heel veel vrouwen dat boek graag willen hebben. En in heel Nederland is het boek ook gewoon uitverkocht. Oh. Dus niet alleen bij Kramer is het uitverkocht. We krijgen wel weer hoor. Maar ook bij Bol.com. Ik heb nog nooit meegemaakt zolang ik in de winkel sta. Nog nooit. Dit nieuwe boek, Bewaarde Herinnering, is veel meer een ons boek. Over hoe wij opgroeiden in Nederland. In het bijzonder in de Achterhoek. Over de soberheid van de jaren 50, de veranderingen in de jaren 60 en een totaal ander boek eigenlijk.